We zijn hier vandaag op Zandvoort bij de watersportvereniging en we hebben vandaag de kick-off van ons nieuwe ambitieuze stichting Kite for Life. Kite for Life staat voor het terugbrengen van gevoelens van hoop, vrijheid en trots voor ex-kankerpatiënten en hun directe naasten. Ik denk dat het belangrijk is om aan overlevers van kanker en naasten een ander middel te laten zien die gebruikt kan worden om te gaan met de psychosociale impact van de ziekte. Kite for Life, fantastische stichting, nu al fantastische stichting. Het is net begonnen, maar supermooi initiatief. Ik ben ambassadeur geworden omdat ik zelf ook mijn ervaring met kanker heb gehad. En ik sta redelijk positief in het leven, dus ik hoop dat ik daar veel mensen mee kan inspireren om ook vol gas te gaan leven. We zijn nu aan het, je ziet de kite op de achtergrond, aan het leren met de powerkite en leren ervaren hoe het is om te vliegen daar eigenlijk. Geweldig. Ja, iets heel moois om bij te kunnen en mogen zijn als ambassadeur van de sport. Ja, ik hoop echt dat het gewoon dat heel veel mensen gaan leren kiten en dat ik daar een deel van mag uitmaken. Dus ja, ik vind het ontzettend belangrijk. Verschrikkelijke ziekte en we zien toch ook met sporten dat iedereen er weer op van blurt en iedereen weer vrolijk wordt. Het geeft zoveel energie en ik vergeet daardoor inderdaad alles. En dat is hetgene wat ik wel nodig heb. Het is toch veel makkelijker. Mensen die je begrijpen en zo, die hoeven niks uit te leggen, maar het is gewoon een soort van begrip onderling. Dat is al fijn. En aan de hand hiervan hoop ik dat ik door middel van kitesurf soms in een andere zone terecht kan komen, waardoor ik de gedachten wat kan verleggen. Ja.